Wat is lamief? Yo, hoe is het? Lekker, lekker. Ik zit nu eindelijk lekker in mijn vel. Kom, kom, ik ben bij je passage, man. Ah, je garage, kom gelijk, kom, kom gelijk, broer. Broer. Even, we zijn fit deze dag, broer. We zijn super fit, broer. Rustig. Zo, deze broek zat, alles, man. Het heeft lang geduurd. Super lang. Maar ik zit eindelijk weer lekker in mijn vel, man. Deze broek is ook veel te groot geworden. Kijk hier. Het was Omar pas hierin. Ik ga hem denk ik hierin stoppen, man. Of ik ga even een andere outfit aantrekken. Maar ik ben wel blij dat ik lekker in mijn vel zit eindelijk, man. Ben ik laat? Oh, joh. Broer, ik heb twee. Makka, hoe is het, man? Rustig, man, broer. Je ziet er anders uit, hè? Nee, ook, man. Nee, jij, broer. Bro, vertel dat, hoe vaak ga je doen, je dik was? Hoe was. Zingen om niks te doen, niet naar buiten. Je was dicht, hè, zelf. Je was dicht, man. Welkom, mensen. Dit is mijn verhaal. Ik ga jullie niet vertellen hoe ik 30 kilo ben afgevallen in 3 maanden. Het begon namelijk in de gym. Ik ging een keer met mijn neef trainen. En hij vroeg mij om een video van hem te maken. Toen deed hij ook zijn t-shirt uit. En toen ik al die spiertjes zag. Spiertjes, oké, okay, spieren. Dacht ik van, oké, okay, dit is niet verkeerd, dat wil ik ook. Ik wil niet meer. Ik wil mij goed voelen. Ik wil lekker in mijn vel zitten, ik wil kunnen sporten. Dus op een gegeven moment had ik zo'n Goku Vegeta battle met hem. Dus het was zeg maar, oké, de ene moet sterker zijn dan de andere. Nou, niet schrikken mensen, zo zag ik er eerst uit. Jullie willen zeker weten hoe het me is gelukt om al deze onnodige vet weg te halen. Want ik ben van 110 kilo gegaan naar 80 kilo. Het was niet makkelijk, het was niet makkelijk. Het was ook niet heel erg moeilijk. Want ik heel veel motivatie had. Jullie zijn ook mijn motivatie. Dit is allemaal wat ik ervoor over moest hebben. 350 uurtjes cardio. Ja mensen, 350 uurtjes. Meer dan 10.000 keer heb ik moeten opdrukken. Ik heb ook meer dan 6.000 keer mijn biceps lopen pakken. En mijn schouders heb ik elke dag 30 keer gepakt. Die heb ik nooit overgeslagen. Mijn schouders sla ik nooit over. Ik weet niet waarom, ik heb het ergens gelezen, maar mijn schouders zijn enorm fantastisch geworden. Oké, okay, laten we teruggaan naar het begin. Oké, niet zo ver. Spoel een klein beetje verder, niet zo ver. Kiel, waarom spoel je terug naar 2005? Ja mensen, dat ben ik. 13 jaar, ik zat in een zangkoor. Maar mijn passie lag niet bij muziek. Heyo, Wolf Gang! We zijn weer terug. Ik ga jullie vandaag mijn routine laten zien. Dat betekent alles wat ik heb gedaan in 3 maanden. Ga ik even met jullie mededelen. Ik gun het jullie. Jullie hoeven mij niks te geven, maar ik ga jullie wel laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Ten eerste... Een uur springtouwen. Een uur lang. Als je klaar bent met springtouwen, ga je optrekken. Als je niet kan optrekken zoals mij, ik kon niet optrekken, ik was 110 kilo. Moet je even dit gebruiken. Dit heeft mijn leven gered, want ik had nergens meer zin in. Zeg maar, ik kon niet eens één keer optrekken. Zeg maar, ik deed zo en toen kwam ik en ik kon niet meer. Maar toen ik dit had gevonden, gooi hem snel eroverheen. En mensen niet bang zijn, hè? We worden geen fitnesskanaal. Hè? Het is even eenmalig. Gooi hem doorheen. Met je benen erin. Vier keer 10 van deze.
Als je het niet kan, ga je tot 8 of tot 7 of blijven opbouwen. En als je dit kan, en je hebt het allemaal onder de knie, dan ga je meerdere dingen kunnen. Zoals dit. Het is mooi hè, wat hij kan. Misschien kan ik dat op een dag ook. Misschien, heel misschien. Meer trainen. En daarna gaan we over naar de schouders, mensen. Ook hier, 3 keer 10. Ik heb stevige schouders gekregen door deze oefening. Hé, mensen, ik voel me heel anders, man. Wolfgang, kijk naar ons, we zijn fit geworden. Het is tijd voor jullie om ook fit te worden. En nu als volgende, mensen. Heel simpel, opdrukken. 5 keer 10 is goed, 5 keer 10 is goed. Snelle jelle. En op een gegeven moment, als je heel veel gaat opdrukken, ga je kunnen praten bijvoorbeeld. En hier, daar boven, hier beneden. Naar dippen, schouders, borstkast. En mensen, we gaan het niet saai maken. We laten even heel snel zien wat die routine is om binnen 3 maanden 30 kilo af te vallen. Je zet dit hieronder, je gaat erop, helemaal zakken naar beneden, helemaal naar boven. Als je dit eenmaal door hebt, kun je het ook zonder doen. En dan voel je je gelijk stoer, lauw, want je kan het nu zonder. Je kon het eerst niet, hè, mensen. Het was dik, 110 kilo. Nu bij de 80. Dus ik kan het gewoon zonder. Oké, Wolfgang. Als je dat onder controle hebt, dan ga je meer kunnen. Ik ga jullie een paar dingen laten zien. Weet jullie wat echt mijn leven heeft veranderd? Gewoon zonder grappen. Fruit. In fruit zit zoveel vitamintjes, mineralen. Is beter dan kapsalon. Beter dan naar je neef luisteren. En hij mag mij nu best wel onderbreken. Want ik weet niet meer wat ik erbij kan voegen. Salade. Pindasaus met nootjes en stoeprandjes. Kikkers in lucht. Dat was weer genoeg, mensen. Ik wil gaan even kopen. Kom, pakken. Goedendag, we komen weer een beetje. We komen weer een vitamine aan. Ja. Je hebt helemaal gelijk, hè? Wordt erbij, maar het ziet er niet uit. Want je weet het, hè? Groenten en fruit houdt de dokter de deur uit. Oh, hè? Dat lijns, hè? Laat me even opschrijven. Ja, maar dat is echt heel belangrijk. Ja. Nou, doe maar sowieso wat van die lekkere stukjes daar. Doen we die grapefruit weer doen? Ja. Je weet het, even, hè? Even onze lever bijvullen. Heel goed voor je lever. Ai. Ja, mensen, wat? Wat heel belangrijk is als je. Als je fruit eet, moet je ook weten waar het goed voor is. Dus grapefruit is goed voor je lever. En de rest gaan jullie nu horen. Wil je ook een fruitbakje, cameraman? Grapefruit, hè? Ja. Wil je ook een bakje? Nee, dankjewel. Nee? Top, ja, doe maar 2 en dan. Mensen, als ik dit eet, krijg ik allemaal. Het is allemaal natuurlijk vitamines. Ja. En je lever die gaat er wat sneller door werken. Dus dat is eigenlijk hartstikke gezond. Alleen als je die bloedverdunners hebt en als je die gebruiken. Want dat gaat je lever sneller werken en dan gaat die medicijnen verkeerd werken. Maar als je gezond bent, is het gewoon een van de gezondste vruchten die er zijn. Ja, klopt. En waar is mango goed voor? Mango, dat is eigenlijk heel goed voor je huid. Er zitten bepaalde vetten in. Welke fruit zit het meeste ijzer in? Reageer hieronder. We gaan het niet zeggen, ja? We gaan het niet verklappen. Maar ik wil ook niet zeggen. Nee. Dan ga ik het niet zeggen. We gaan met de reactie komen kijken of de mensen scherp zijn, ja? Maar ik moet wel zeggen, sinds ik fruit heb ontdekt in mijn leven. Krijg je er gewoon meer energie van. Ja. Kijk, je kan natuurlijk een zak chips openrukken. Maar dat geeft eigenlijk, het is wel lekker, maar het geeft geen voldoening. Maar als je lekker zo'n bakje fruit op eet, kijk niet, dan krijg je er wel energie van. Zoals wij zeggen, je moet respect hebben voor je lichaam.
Ja. Als je geen respect hebt voor je lichaam, ga je troep eten. Ja. Hé, Alexis? Ja, Alexis. Ja, je nog. Je leeft op eten en je moet gewoon goed doen. En ook, weet je, zo'n kleursensatie, hè, natuurlijk. Ja, hè? Ja, zie je dat. Heel te gek, joh. Ik kan niet wachten om op te eten, man. Zeg maar rustig aan, hè. Rustig nee, zeker niet. En je moet langzaam eten. Ja, oké, dat moet je wel. Doe je er wat langer mee, hè. Ik moet ook de snapfilmpjes. Ja, ja, ja. Ja, toch? Zeker. Nou, lekker bakje fruit en nog een lekker bakje mango's. Zeker, perfect. Eens kijken wat de schade wordt. Ja. Dit noemen wij geen schade, dit noemen wij jouw lichaam. Je investeert je lichaam jezelf. Opvullen, ja, opladen. Ja. Ja, als ik een stekker kon verwoorden dat je niet in je kont, maar ergens in kon stoppen dat je gaat opladen, dan is het dit wel. Nee, niet dit. Ah, space. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Hè. Bedankt voor alle vitamine. Hey, als het op is, gewoon zelf terug voor me. Jullie willen niet weten hoe dankbaar ik deze man ben voor deze fruit. Voor we die gaan eten, wil ik jou even verrassen. Aan alle kijkers. Verrassing? En heel deze planeet. Broer, zelfs toen ik jarig was, heb ik niet eens één verrassing gekregen. Kom, let go. Okay. Kom, we gaan en daar pas gaan we eten, ja? Ja, broer, je gaat echt tevreden zijn, man. Je gaat echt blij zijn, broer. Kijkers gaan ook blij zijn, broer. Als je zoiets zegt, dan accepteer ik wat je mij maar geeft, man. 3, 2, 1. Oké, Wolfgang. Zoals jullie hebben gezien, hebben jullie waarschijnlijk wel dingen geleerd van ons. Het gaat erom om niet op te geven, weet je. Je kan wel vallen, iedereen kan vallen. Maar het gaat erom of je opstaat of blijft liggen. Ik heb tijden meegemaakt dat mijn neefje nergens zin in had. Alleen maar eten. Ik moest alles pakken wat naast me lag of wat dan ook. Overal naartoe of naar binnen lopen. Maar weet je, iedereen maakt uiteindelijk zijn eigen keuze. En probeer nooit en nooit op te geven. Maakt niet uit wat iedereen zegt. Volhouden en doorgaan.